So good afternoon, everybody, and welkom in onze volgende rond het lentevuur van PFI Nederland. So welkom iedereen. En ja, het is aan het weer, het is in het lijkt meer op herfst op vandaag, maar het is wel bijna lente. We gaan binnenkort spring equinox vieren. En we hebben vandaag ook een hele internationale groep die bij ons zijn. Dus ik hoop dat we kunnen dingen delen vanuit verschillende landen. Misschien vanuit Duitsland en België en misschien ook een beetje volksverhalen enzovoorts vanuit Kroatië. Dus dat geeft aan een beetje hoe internationaal onze PFI Nederland is. We spreken normaal inderdaad Nederlands, maar af en toe ik bijvoorbeeld, ik spreek ook liever Engels. En ik heb ook een paar dingen die ik wil ook delen in het Engels. Dus een beetje dat van tevoren. Maar iedereen is welkom. En ik wil beginnen om te vragen, wie heeft wat te delen? En wie wil vandaag beginnen met onze Round the Spring Fire? Wie wil beginnen met het delen van een verhaal? Of een gedicht? Of misschien een liedje? Misschien zitten hier mensen die ook ontzettend goed met zingen zijn. Dus wie wil eerst gaan? Steek een hand op Gaby. Gaby, so go ahead, share your poem with us. And of course, if you want to do it in English or German, that's entirely up to you. So go ahead. It's in English. Yeah, I got that from the internet. I hope that's okay. It's the spring equinox prayer. The dancing hare foretells the spring with the fertility and new life this time doth bring. The Easter dances on the earth as seeds and flowers come to birth. Tulips and daffodils come into bloom and life sprouts from the earth mother's womb. Chickens lay their eggs, now the light is growing. Catkins and blossoms on the trees are showing. The sun reaches forth with his hand to the maiden of flowers return to the land. Their dance brings new balance into our life, planting the seed to overcome strife. We grow with the flowers and the trees, winter's gloom banished on a spring breeze. The joy of new birth enters our hearts as we look forward to Beltane's love. So thanks ever so much. That was wonderful. Thank you. Anybody else who would like to share something? Ik heb twee gedichten. Mm-hmm. Eén hele korte en toen dacht ik van nou die is zo ontzettend kort. Daar zoek ik een tweede bij. ze zijn van de Nederlandse dichter Cor Tone uit zijn bundel Verse Bramen. Ik zal hem even laten zien, dat is deze. Oh, leuk. Ja, het is erg leuk. Hij heeft gedichten geschreven en anderen hebben daar foto's of schilderijen of beeldhouwwerken bij gemaakt. Wel, dus ik zal beginnen, dan zal ik daarna de foto's erbij laten zien. Ja, mooi. Lente. Lente. Mens, natuur, krijgen vreemde kriebels, aarde en harten openen, herboren. Dat was de hele korte. En hij gaat het hele jaar rond, even kijken. En daar zitten deze foto's bij. Dus, die met de vlinder hoort bij lente, maar dat is wel duidelijk. En de andere heet Lentelief. Op een slakkengangetje splijt de grijze aarde open. Een bleekgroen puntje wringt zich naar buiten. Vanuit het onderaardse geeft een nietig bolletje haar eigen levenssappen aan haar nageslacht. De zacht geworden wind blaast haar rijke adem over het nieuwe leven dat groeit als kool. De nevelen van de nacht vluchten voor de ochtendzon. Het pigmentenvolkje is in rep en roer. Bleek wordt groen, klein wordt groot, en als dan onverwachts het knopje zich laat zien,
Dan stralen de mensen en juichen van binnen heel zacht. O bloemke, bloemke, kom. O lentelief, eindelijk ben jij weer om. En daar zitten deze foto's bij. Oh, nice. Ja. Yeah. Dat was het. Okay, thanks. Nou, heel leuk. Nou, ik heb inderdaad een presentatie. Round the spring fire, rond het lentevuur. En met heel veel narcissen, wat ik ontzettend leuk vind. Een van mijn favoriete bloemen. Maar weten jullie waar de naam Narcissus of daffodil waar het vandaan komt? I'm going to say this in English because, of course, the whole story I have is in English. Okay, that's great. So Echo and Narcissus is, this is the story. I'm going to say it in English, as I say, because it's, I find it a lot easier to speak in English. Echo and Narcissus is actually a story from Ovid's book of poetry, Metamorphoses, about a beautiful boy named Narcissus and Echo, the mountain nymph or Oread, who fell in love with him. Zeus had given Echo the task of entertaining his wife Hera with stories in order that he might have time to slip away and philander around with other women. Hera noticed something was up. She was known for her jealous and vengeful nature, and mistook Echo as the object of Zeus's uncouth affections. She cast a spell on the unfortunate nymph. Echo would only be able to repeat the last words addressed to her and never speak her own again. Narcissus, a beautiful human youth, got separated from his hunting companions one day in some woods. Echo, being a nymph and also feeling pitiful because of her curse, had been wandering around those same woods. The moment she saw Narcissus traipsing through the forest, she fell in love with him and his breathtaking beauty. But because of Hera's curse, she was unable to tell him, so she followed the boy and waited for him to speak. Eventually, Narcissus began to call for his companions. Echo eagerly stepped out of the trees and repeated the word. This was a bit of a confusing and repetitive conversation, ending with Narcissus telling Echo they should make love. Ever opportunistic, Echo repeated his words and leapt towards Narcissus. However, at that moment, Narcissus decided he'd rather die before letting a wood nymph have him and push her away. Echo, heartbroken, ran away and hid in a cave, not eating or sleeping, just pining for Narcissus. After some time, Echo began to grow skinny from starvation until her body withered away until entirely into dust, leaving nothing but her voice. Later, the goddess of revenge, Nemesis, punished Narcissus for not accepting the unrequited love of Echo. Nemesis caused him to fall in love with his own reflection he saw in a pool near the cave where Echo had died. Narcissus refused to leave the reflection of himself, and like Echo, starvation was going to claim him. But not before he cried out to his reflection, "Farewell, dear boy, beloved in vain." Echo's voice repeated the laments from the cave, and Narcissus died by the bank of a pool. To this day, Echo's voice still calls back from caves and labyrinths, repeating the last spoken words forever. When his love wasn't reciprocated, he couldn't bear to leave his reflection. After staring at it for a few days, he grew exhausted, fell into the stream and drowned. It's said that daffodils are called narcissus because they commonly grow on the banks of streams and rivers where narcissus perished. Some believe that the way daffodils bend their necks towards the ground symbolizes Narcissus bending over to admire his image in the water, and this is why daffodils are sometimes said to represent vanity and
unrequited love. Put a couple of pictures, very famous one from John Waterhouse, and this one is from Narcissus and Echo from Pompeii. As I said, daffodils are my favorite flowers, one of my favorite flowers. I was also born in spring. And one of the things that I always remembered as a child or school age, anyway, was a poem by William Wordsworth called I Wandered Lonely as a Cloud. I think many of you will recognize this, but often it's called Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills. And all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So, blessings everybody for spring equinox. Thank you. So yes, the poets, Wordsworth, of course, was very fond of the Lake District. And I grew up in northwest England in Lancashire, and I always do remember. I remember two things about this: the springtime, the daffodils, the hundreds and hundreds, like thousands. But I also remember the wild hyacinths, or what we call bluebells. And I actually haven't got any pictures of bluebells, but they were also my favourites. And it was really around about my birthday that I would see the bluebells and the daffodils, of course. So those are my memories. I know somebody was going to share some. Astrid, have you got your poems or something from Belgium? Have you been able to find anything? Nee, ik heb ook wel voor een artikel dat ik moest schrijven wat opgezocht rond Ostara. En de paaseitjes die worden rondgedeeld, werd vroeger, in heel lang geleden tijden, rond de velden verstopt. Er waren er echte eitjes natuurlijk, om het land groei en vruchtbaarheid te geven. Dat is wel het enige dat ik... De rest is allemaal, ja... Het katholicisme zit heel veel in de gebruiken. Mm-hmm. Voor de rest heb ik niet veel. Ja, dat geeft niet. Ik ben een paar jaar geleden in Brugge geweest. En de foto wat ik heb gebruikt voor mijn presentatie... zijn eigenlijk daffodils in Brugge. Weet je wel, bij de Begijnhof? Het is jaren geleden dat ik nog in Brugge ben geweest. Ja, nou, ik vond het ontzettend leuk. Ik ben inderdaad begin april. En ik heb deze inderdaad een paar jaar geleden daar in Brugge gemaakt. Ik vond het ontzettend mooi. En, Brugge is natuurlijk ontzettend mooi in de lente. Ja, absoluut. Het is wel een aanrader. Zo, dankjewel Astrid. Jiska, jij had ook wat te delen. Ja, ik heb het een en ander in de chat gezet. Misschien dat die links later nog een keer op Facebook of zo daarbij gedeeld kunnen worden of op het forum.
Mm-hmm. Het is namelijk zo, er was van tevoren gezegd van we willen graag wat aandacht besteden aan regionale gebruiken. Dus ik dacht, ik ga eens op zoek wat ik hier kan vinden. Ja, ja. Ik heb hier in de regio eigenlijk heel weinig specifieke lente Ostara paasgebruiken gevonden, maar stuitte in mijn zoektocht wel op een aantal leuke regionale en ook Europese geschiedenis van paasgebruiken die duidelijk ook een voorchristelijke oorsprong hebben, waarin je ook heel veel Ostara links kan vinden. En ik heb de twee waar ik het meeste zelf in vond, heb ik eventjes in de chat gedeeld, zodat mensen die later, omdat we nu natuurlijk met een korte tijd zitten, nog eens op hun gemakje kunnen bekijken. Ja. Ga je niks voorlezen of gewoon dat we dat straks even kunnen bekijken? Nee, het zijn namelijk, het is een vrij lang artikel waar alles samenhangt. Plus een link naar een tv-programma Andere Tijden, die daar echt een langere documentaire over gemaakt heeft. En dat is moeilijk om daar kort even iets uit te halen. Oh ja, oké. Okay. Ik ken die hier eigenlijk alleen, ik kende wel regionaal het gebruik van de paasvuren. Ik dacht altijd, dat doet iedereen, maar dat blijkt dus helemaal niet in heel veel nee. te zijn. Mijn moeder heeft een jeugd in België doorgebracht en was heel verbaasd dat wij dus paashaas of paashaan hadden. En zij wist niet beter dan dat de paasklokken de eieren brachten. Dus zo werd ik ook vroeger al op het spoor gezet van dat er toch wel regionale verschillen zijn. En ik vind dat in Pasen, net als in Kerstmis, dat twee feesten zijn waarin heel veel bewaard is gebleven van Ostara en Jool dus. Ik vind het mooi dat daar nog zoveel in te vinden is en hoeveel plezier mensen daar nog uithalen, ook als ze niet weten dat eigenlijk een door de christenen geannexeerd feest is. Het is een manier om mensen iets meer mee te krijgen met de bewustzijn in de seizoenen en in de loop van het jaar. En ik vind het daarom heel mooi dat er nog zoveel in bewaard is gebleven. Absoluut. Wat ik wilde voorstellen is, we zijn, Jochem en ik zijn bezig om de PFI Netherlands newsletter in elkaar. En ik heb inderdaad een hele artikel. Toen ik hier aan het voorbereiden was, heb ik een hele mooie reeks artikelen gevonden. En ik heb inderdaad nu voor de PFI Netherlands newsletter een serie over oud maandnamen in Nederland. En ik heb nu gewoon de lente, dus maart, april, mei. Die komt tevoorschijn over een paar weken in Pagan World. Maar ik zal deze links ook opnemen en dan kunnen we daar ook een melding maken in onze nieuwsbrief. Dus dat komt absoluut op zijn pootjes terecht. Dus heel mooi dat de links hier vermeld zijn. Daarover gesproken, ik kan een hele kleine beetje uit het artikel. Want ik was natuurlijk aan het voorbereiden. Jochem en ik zijn natuurlijk nu bezig met de PFI Netherlands newsletter. Dus als jullie wat artikelen hebben, zijn ze van harte welkom natuurlijk. Ook uit België. De PFI Netherlands newsletter is in het Nederlands, Vlaams ook. Dus als jullie, dit is ook een oproep van als jullie iets voor de Netherlands newsletter al hebben aan gebruiken of seizoensgebonden dingen, dan absoluut. Maar ik kan nu eventjes een tipje van de sluier. Ik ga er niet screen sharing doen, maar ik lees even mijn notities. In Nederland, in de Nederlanden, zou ik eigenlijk moeten zeggen, en weer zeker in het gebied rond Brugge, hadden mensen wat ze noemen dan de salters of days of hours. En dat waren inderdaad allemaal kalenders, almanaks, die wij hebben ook gebruikt voor de maandnamen van onze maankalender, de zilverzilke maankalender. Maart
was sprokkelmaand. Sprokkelmaand, ja. Dus in dit artikel heb ik ook een heleboel weerspreuken voor maart gevonden. Geef een klein tipje van de sluier. Bijvoorbeeld, maart regen brengt geen zegen. Vriezend januari, natte februari, droge maart, regen in april, is de boeren hunnen wil. Maartse wind en aprilse regen beloven voor mij de grootste zegen. Februari met veel sneeuw, een droge maart en een natte april voorspellen een goed jaar. Als maart niet gaat, april niet wil, doet mij het voor allebei. Dus daar zijn typie van de sluier. Ik heb heel veel dingen gevonden van Guido Gezelle, ook deze mooie gedichtje. Laat de lieve wonde bronnen, laat het leuter zonnevier, laat de verre blommen komen, laat weerom de lente al hier. Dus daar komen heel veel meer in onze newsletter voor lente over een paar weken. Zijn er nog meer mensen die hebben iets te delen? I had some. Yeah, Petra. In the Slavic countries, it was a very oral tradition, so there's not much written about old tradition stuff. So it's mostly what it differs from region to region. But if you look at one of the main Slavic goddesses for spring, she was called Vesna, and she's kind of the opposite to the winter goddess or the death goddess called Morana. So Vesna is her arrival basically means Morana's death, Vesna is also a really popular name in Croatia to give to children because they're hoping that the child will be as beautiful as the goddess Vesna. So usually in some Slavic regions, in some Croatian regions also, they would make, around springtime, they would make an effigy of Morana and then they would burn it. Whereas like they would also make an effigy of Vesna and decorate her with flowers and all sorts of springy elements. And in honor of her, they also painted eggs. I think that's a lot of countries have that. But here it was called Pisanica. So Pisanica comes from the word from to write or writing. So you would write stuff on the eggs or kind of wish everyone a happy Easter. And there was a game that I remember we used to play where you would decorate your eggs. You would mostly do it with natural things such as beets or some plants that would turn them green and decorate them. And then you would knock each other's eggs. And the one whose egg broke had to go on and knock other people's eggs. And you kind of went around until there was one winner. So the luckiest egg or the hardest egg. So I just have a couple of different traditional things that we do. So there's Pisanica, Vesna is the main goddess of spring. There's also Cvetnica, which is in some regions, young girls would go pick flowers and put them in a water bowl and then wash their faces with it. So it was kind of a celebration of youth and of new life. You would also decorate your house with flowers. There's also something that's done in the south, which people would either get olive branches or palm trees. Well, the leaves. and it was something called pome in Dalmatia. And that's where basically you would weave the palm trees together and then have them blessed and then put them somewhere in your house as a reminder of the beauty of spring. And then Rijeka, which is a northern region of Croatia. Carnival is a really big thing. But so part of the carnival tradition is zvončari, which is kind of
you would call them the bellman men. Men would dress up in sheepskin, and sometimes, depending on the region, on the area, they would either wear animal heads or a hat made of flowers, and they would scare away the winter, well, the evil winter spirits with their bells, and kind of go around town and celebrate the new spring cycle. I think that's about everything I could remember and wrote down. But I'm sure it differs per region, because of course that there's not much written in the Slavic traditions. I was just saying, I've posted a link from an article from Wiccanread about spring festivities, looking at the Easter egg. And this was actually written by Israfela, who you know, of course. And of course, the Bulgaria and Croatia and the countries, sort of central Eastern Europe, often have these wonderful spring festivals. And so maybe later, Petri, if you could put some of the names of the goddesses in your in the chat, so we can look at them later. And maybe we can do an article, as I say, for the PFI Netherlands newsletter, also about European gods and goddesses of springtime and what have you. It's quite a nice series anyway. So that's fabulous for... I have a couple of photos that I collected that I forgot to share, but maybe I can put them in the chat. Okay, well, so this is part of the Cietanita, so where they wash their faces, they would get flowers. This is the pomme, so in South Dalmatia, this is done with an olive tree, but they also have it with palm trees. Mm-hmm. So, kind of... like that. Oh, it's a very small photo. So this is the Easter egg. But it's very, very interesting. As I say, I love the part of, the Slavic paganism has a very different view on the whole seasonal cycle, of course. And you see so much more with flowers and trees in the greenwood. And so there are, as I say, on Wiccanread, I've just put the article about Easter eggs from Bulgaria. And so maybe we'll have some more details, maybe on Wiccanread, that we'll have something about the Croatian gods and goddesses. So that would be another idea for a good article. There you go. So would anybody else like to share anything for our last 10 minutes? Gaby? For me, this goddess, the Persephone, is the typical spring goddess, you know, because she comes back to earth and all the flowers bloom and all the trees start growing and so. And we really like that. Even with my grandchildren, we made that as a play, you know, and with Hades and with all those gods. And I think that is an absolutely lovely story for springtime. Absolutely. I don't know if everybody knows it, but I think so, you know. And that when Demeter is looking for her daughter, and then she comes back from the underworld, and it's absolutely lovely story, yeah. I think. Definitely. The whole story of Persephone, of course, it's a wonderful story. People also, just a tip for anybody who's interested, if you look under the cult of Cora, K-O-R-A, then you find a lot. Well, I was in Sicily a couple of years ago, and what I hadn't realized was I went to this the museum in, oh my goodness, where was I? It was in the south. I can't remember the name of the place that I was visiting. There was an archaeological museum, and it was just filled with lots and lots of cult statues of Cora, and that was so the cult of Demeter, and Cora, her daughter, of course, was really, really widespread on Sicily. So it was just amazing. As again, we forget, of course, a lot of these stories are really part of our own psyche, if you like. And again, like seeing Narcissus, of course.
What I forgot to mention, of course, that's where the you know, the psychological situation, I'm not kind of disease, but this is the psychological state of narcissism comes from these. And of course, many of the Greek stories, the mysteries, have got also part and parcel of our own, as I say, psyche. And I think the story of Cora or Persephone, of course, is extremely important for the experience of rebirth, the springtime story. And why, of course, why Demeter was so sad, because she had to miss Cora for 6 months of the year while she was in the underworld with Hades. Cora has shared something with us. I don't think she can speak still. So what I'm going to do, I'm going to just quote what Cora has written here. She writes, in Noord-Holland wordt rond Pasen Ostara duivenkaarten gegeten. De as van het Juleblok werd wel op Maria's boodschap 25 maart in het graan gestrooid of ondergeploegd. In de as zat de heilige boomziel die vruchtbaarheid en groeikracht bracht. Om de vruchtbaarheid van de akkers te bevorderen werd er in een kaarten levend begraven of verbrand. Later toen men de offers verzachten maakte, men koeken in de vorm van een dier, die zogenaamde kaartenbrood. Dit kaartenbrood of duivenkaarten was vroeger een bekende nieuwjaarsgebak en werd zowel door vroegere schilders afgebeeld, bijvoorbeeld Jan Steen in zijn bakker Oosterwaard. Dit is een hedens offerbrood dat de herinnering bewaart aan een vroege kaartenoffer. In de omgeving van Haarlem spreekt men nog over kaartenbrood. Dus bedankt Cora voor het verhaal. Misschien kun je het ook op Facebook. Kan je dat ook weer vermelden? Ik heb inderdaad op de livestreaming, zou je dat misschien in de comments ook kunnen. Ik weet dat je aan het kijken bent, ook op livestream. Misschien kan jouw verhaal even daar ook even plaatsen. Ik vind het ontzettend leuk. Kaartenbrood. Zo, daar hebben we het weer. Ik heb nog iets kleins, alhoewel het niet paganistisch is, maar het heeft wel met de seizoenen te maken. Ik had aanvankelijk niks voorbereid, maar toen bedacht ik me dat ik dit mooie boek hier heb staan. Het jaar rond. Het is een kinderboek. Ik heb het gekocht voor mijn dochtertje. En er staan de oude namen in van de maand. Januari, lauwmaand. Februari, sprokkelmaand. Maart, lentemaand. En er staat wel een grappig gedichtje voor de maand maart in. Misschien wel leuk als ik het even voorlees. Het is heel ouderwets taalgebruik. Oké, super. Maartse buien heet het. En je hoort mijn dochter op de achtergrond met een bal worstelen. Wat regent het, dat is een echt maarts buitje. Het plenst en spat, het wordt alles nat, het drinkt zelfs door mijn truitje. De mensen vluchten van de straat en plensen door de plassen. Het druppelt staag langs hoed en kraag, het druipt er langs hun jassen. Daarnet nog scheen de zon zo warm, dat je niet kon geloven hoe het zo pas nog winter was, je liep gewoon te stoven. Ik maak dat ik weer binnenkom en tuur dan door mijn ruitje. Hoe het spat en spet, wat regent het, dat is een echt maarts buitje. Inderdaad. Met leuke plaatjes erbij. Leuk, ja. Ja. Inderdaad. Nou, inderdaad, ik heb die, kijk straks op PFR Netherlands newsletter en dan komen al die weerspreuken. Ik heb een hele mooie site gevonden, ik ga gewoon iedere 3 maanden nu, gewoon alle seizoenen, al die weerspreuken, want het is echt heel erg leuk, ja. Het geeft ook een beetje aan, ook de bepaalde streken natuurlijk. En waar inderdaad, net wordt Cora verteld, hoe wij aan bepaalde gerechten komen. Kaartenbrood enzovoort enzovoort. Alhoewel een heleboel van deze dingen worden nu politiek correct iets anders genoemd. Maar het is wel leuk om te weten waar bepaalde gerechten, bepaalde gebakken, waar de namen vandaan komen. Hartstikke mooi Marjolein, dankjewel. We komen een beetje aan het einde nu, maar ik wilde gewoon toch even, voordat we afsluiten, er zijn een paar mensen die vandaag niet aanwezig hadden kunnen zijn.
Waaronder Soleil, die is onze community service officer. Ze is vandaag niet in de gelegenheid om bij te zijn. En ze voelt zich ook niet helemaal lekker. Dus ik wilde gewoon eventjes aan haar denken. Share screen. Kijken of dit werkt. En dan kunnen we afsluiten met een paar minuutjes over de lente. En met name aan Soleil even denken. Moment. Dus jullie, ik vraag jullie nu aan een mooi bos. Of inderdaad, net wat William Wordsworth heeft gezegd over die mooie narcissen. Gewoon een hele mooie. En als we daar aan denken, doe je ogen dicht. Laten we aan alle mensen denken die het zwaar hebben op dit moment. Ook de mensen die herstellen, met name van COVID. Want we hebben begrepen ook, dat zelfs als je COVID, als je doorheen bent gekomen, dat de nasleep ontzettend lang duurt voordat iedereen 400% fit voelt. Laten we denken aan alle mensen die niet bij ons konden zijn. En stuur even wat energie. Denk aan de mooie narcis. Met een hele mooie gele, gouden straling. En dat we ook met Spring Equinox bij elkaar kunnen Persephone weer verwelkomen in ons land. Blessed be. Blessed be. Ik weet niet of iemand iets meer te vertellen heeft. We zitten nog 3 minuten. Ik weet dat een heleboel mensen nu bij de Climate Alarm. Die is ook op Facebook live. Maar er zijn ook lokale evenementen. Dus ik heb inderdaad afgesproken dat we zouden ruim op tijd klaar zijn. Dat mensen ook bij die Climate Alarm kunnen deelnemen. Dus bij deze zeg ik jullie allemaal hartstikke bedankt voor jullie komst. En ik zou zeggen tot de volgende keer als wij een beltheenvuur. Het is niet te geloven eigenlijk, een beltheen. Maar goed, in ieder geval een hele fijne Spring Equinox, Lente Evening en uiteraard Pasen. Die gaan we ook natuurlijk vieren. Dus veel ere en een hele goede lente. Blessed be.